Vandaag moet ik ontsnappen van een bewegend en rennend Huggy Wuggy hoofd in Roblox. En moet ik alle 10e levels overleven. En elk level wordt steeds moeilijker en moeilijker. Terwijl een Huggy Wuggy hoofd mij achterna zit. En doe een duimpje omhoog op deze video met je linkerhand. Als jij weet wie Huggy Wuggy is. En koop de merch op www.dennis.nl. Oh, Lotte, daar zijn we dan letterlijk bij een soort van golf. En ik zie daar al een reddend en vliegend hoofd van Huggy Wuggy. Lotte, en we moeten dus alle 10e levels overleven. En we zijn bij level 1 en uiteindelijk krijgen we zelfs nog een bosgevecht. What? Dus dat we letterlijk tegen, ja, de baas moeten vechten. En we kunnen ook Poppy worden, Lotte. Oftewel Huggy Wuggy. We kunnen letterlijk hier Huggy Wuggy worden. En dat kost even kijken. Dat kost sowieso dan weer Roblox, Lotte. Dat denk ik tenminste. Ja, het kost 99 Robux, Lotte. En wie weet dat we dat aan het einde gaan doen. Dus zeker een duimpje omhoog als jullie willen dat we natuurlijk Huggy Wuggy gaan worden. Maar Lotte, laten we maar gaan. En ik heb gehoord dat dit best wel moeilijk is. Want als je doodgaat, moet je dus weer helemaal opnieuw beginnen, Lotte. En we kunnen hier een beetje uitzoomen. Oké. Er stond daar een of andere Huggy Wuggy aan de overkant. Oké, we moeten oppassen. Ze zijn hier allemaal. Rennen, Lotte. Allemaal tennisballen hier. Nee, ik zei tennisballen. Eens even kijken. Oké, ik ben er, Lotte. Ik ben er. We zijn bij een soort van skatebaan, volgens mij. Oké, en ik ga hierop staan. Hier is het een beetje fijn. Oh, nee. Oh, Huggy Wuggy. Ah, Dennis, ik zie je. Oké, ik ben zo snel mogelijk naar de overkant aan het gaan, Lotte. Oké, ik ben er. Lotte, ik ben er. Ik ben al bij level 2 tot nu toe. Ik ook, Dennis. Oh, Lotte, je bent lekker bezig. Laten we doorgaan naar level 2. Oké, Lotte, we zijn hier bij het tweede level. En dat is weer een soort van dorp, volgens mij. Alleen, we moeten oppassen waar de Huggy Wuggy's staan. Ze zijn namelijk heel erg verdeeld. Oké, laten we hier maar eens even gaan kijken. Dat is lekker er niet heen. Waar, Lotte? Waar? Oh, nee, dit loopt dood. Dus daar kunnen we inderdaad niet heen. Lotte, iemand achter me is dood gegaan, letterlijk door mij. Sorry aan die persoon, het spijt me. Oh nee. Oké, Lotte, we moeten kijken waar we heen moeten gaan. Oh nee, hij is afgeleid, Lotte. We moeten helemaal deze kant op. Oh, er is daar een of andere cookie monster, Lotte. En die haalt het niet. Oké, we moeten hem afleiden, volgens mij. Wacht, kunnen we daar wel langs? Oh, we moeten daar langs zelfs. Oké, Lotte, ik denk dat we moeten afleiden. Dat allebei deze kant op moeten rennen. Is hij dood gegaan? Ik ben meteen dood. Oké, we moeten hiermee rennen, zodat hij ergens anders kan rennen, Dennis. Lotte, luid hem af. Ja, maar Dennis, je moet naar mij toe komen, want anders gaat hij niet weg daar. Oké, ik kom eraan. Hij moet weer gaan loslopen, oké? Oké, hij moet loslopen. Eens even kijken. Als jij die kant op gaat, Lotte, dan kan ik er denk ik langs. Ja, oké, Dennis, hij gaat. Ja, nee. Dennis. Ik ga. Ik ben er. Oké, kom op. En ik klim de trap op, Lotte. Ik ben er. Nu jij nog. Oké, dat kan je. Dit kan je eens even kijken. Ik zie hier niemand. Jij bent hier aan het campen. Je kan het toch helemaal niet langs op die manier. Lotte, kom op. Je kan het. Oh, je bent er. Lotte, kijk. Hij is aan het campen hier. Hoe moeten we hier überhaupt langskomen? Hij staat letterlijk voor de ingang. Dat is oneerlijk. Oké, laten we maar verder gaan naar deze kant. Eens even kijken. Oh, daar kunnen we ook langs. Je ziet me niet. Oh, nee. Het loopt hier dood. Het loopt hier volgens mij dood. Oh, nee. Oké. Hier is niemand. Oh, Lotte, pas op. Oké, waar moeten we langs? Waar moeten we langs? Kom. Oh nee, Oké, ik zit hier vol. Ik ben er. Oké, we zijn hier boven. Dit is heel moeilijk. Oké, deze is heel erg moeilijk, Lotte. Het wordt steeds moeilijker. Waar moeten we nu? We moeten deze kant op, Lotte. Ik zag. Oh nee, dit loopt dood. Dit is niet de goede kant, Lotte. Oké, waar moeten we heen? Nee. Lotte, je hebt hem geblokkeerd voor mij. Oh nee. Ik ben er. Ik kom eraan. Dennis, je moet uit de ster. Nee, je moet de andere kant op. Denk ik. Ik denk dat we deze kant op moeten, Lotte. Rennen. Oké, Lotte springt niet voor zijn voeten. Oké, en we zijn er. Level 3. Oké, Lotte. Blijkbaar kom jij hier niet. Dan kom je in een andere Roblox server. Maar jij ziet nu gelukkig wat ik zie. En kijk dan waar we zijn, Lotte. Dit is de Poppy Playtime fabriek. Weet je dat nog? Het oma's huis, Lotte, waar we op het einde dan komen. Dat is hier letterlijk. Oké, en ik zie daar al de uitgang helemaal daar in de verte, Lotte. Het ziet er hier heel erg eng uit. Dit loopt hier dood. Het ziet er niet heel erg uit, Dennis. Waarom breng je Huggy Wuggy naar mij toe? Dennis! Hey, Huggy Wuggy verdween opeens. Oké, dan kunnen we hier makkelijk nu langs. En dan moeten we denk ik via de linkerkant. Kom op, Dennis. Oh, nee.
Dat scheelt echt niks. Dat scheelt echt niks. Dat scheelt echt niks. Waar moet ik heen? Waar moet ik heen? Ik ga deze kant op. Ik ga deze kant op. Oh, dat is een kleinere! Oh, die zijn een stuk sneller, Lotte. Die zijn een stuk sneller. Oh, nee. Oh, nee. Springen. Dit kunnen we. Oké, dit lukt niet, Dennis. Ze mogen het eentje niet te pakken krijgen. En we zijn bij de kamer van Poppy, Lotte. Nu al? We zijn er nu al. Gaan we Poppy aanraken? Hoi, Poppy, knuffel. Hoe kom je er trouwens uit, Lotte? Moet je er die kast heen misschien, Dennis? Door de Lotte, je bent geniaal. Oké, we gaan naar level 4. En tot nu toe 0 keer dood gegaan, Lotte. Ja. Oké, we zijn bij level 4. En dit keer zijn we echt in de fabriek, zoals je kan zien, Lotte. Oh, dit is zo vet, En waar gaan we heen? Ruik je dat? Wacht eens even. Is dit niet het riool van Huggy Wuggy, letterlijk? Volgens mij wel, inderdaad, Dennis. Ik denk dat we daarin moeten, Lotte. Oké, we zijn hier ook, Dennis. En dan moeten we waarheen? Oké, om ons heen kijken of we iemand zien. Oké, ik zie niemand. En dan gaan we hier door. Dit gaat hier wel heel erg, hoor. Oh, wacht eens even. Ik zie een trap. Moeten we hierheen? Of kwamen we hier nou vandaan? Hier? Ik weet het niet. Waar zijn we? Oh, we zijn bij een andere kamer, Lotte. Vind de goede deur. Oké, nou, hij komt net uit die deur, dus dan denk ik deze misschien. Oké, niet de goede. Die deur was het dus niet. Misschien is het dan deze. Eens even kijken. Gevaar. Major? Lotte, ik denk dat gevaar meestal niet zo inhoudt. Denk ik tenminste. Oh, dat was echt gevaar. Wij gaan daar dus niet naartoe. Eens even kijken. Wat zit achter deze? Level 5. Appeltje, eitje. Waar zijn we nu weer beland? Weer bij een heel ander doel. Eens even kijken. We moeten hier helemaal naar beneden. Wat is dit? Oké. Het allemaal enge rook hier, Lotte. Laten we deze persoon gaan volgen. Hij is een stukje langer, dus de kans is groot dat hij sneller wordt gepakt dan wij. Wij zijn hier alleen maar aan het rennen. Niks aan de hand. Eens even kijken. Moeten we deze kant op, Lotte? Kan ik hier... Oh, we kunnen hier kijken waar we heen moeten. Oh, we moeten hier voor oppassen, Lotte. Het lijkt wel Doritos-chipjes. En overheen. Die persoon ging helaas af. Gaan we hier de goede kant op? Oh, nee. Welke kant moet op? Moeten we hier tussen? Oké, pas op. Rennen. Rechtdoor. En dan deze kant op, denk ik. Of niet? Ik weet het niet. Ik ben wel verlicht. Waar moeten we heen? Ik ben verdwaald. Oké, we moeten die kant op. Andere kant op. Deze kant en dan rechtdoor, toch? Ja, alles maar rechtdoor nu. Oh, Huggy Wuggy! Ik heb een lekker eentje voor jou! Oh nee, was een grapje. Geen lekker eentje. Nee, we moeten die kant op, Lotte. Dennis. We moesten die kant op. En dan naar... Opzij. Hier opzij, oké. En dan rechtdoor, toch? Ja, rechtdoor. Niks aan de hand. Weer de spikes daar. Of nou, de Doritos-chipjes. Ik krijg er trek van, Lotte. Ik heb echt zin in wat chippies nu. Doe een duimpje omhoog als jij ook van Doritos houdt. Maar niet van deze Doritos. Want deze zijn heel erg puntig en gevaarlijk. Doei, Huggy Wuggy. Doei. Dat was iets dichtbij. En dan gaan we hier en... Wat is dat voor mega Huggy Wuggy? Dat is een gigantische Huggy Wuggy, Dennis. Dat is een heel erg eng, Lotte. Op naar level 6. Wat is dit letterlijk? Zijn dit nou spoken, Dennis? Dit zijn allemaal spoken, Lotte. En ze willen dat wij ook in een spook veranderen. Oké, dat scheelt echt niks. Dat scheelt echt een spookje. Laten we deze kant op gaan. Ik denk dat je daar heel snel mee moet springen. Oké, 1, 2. Hoppa! Lotte, dit lijkt een beetje op cobblestone van Minecraft. Ja, van Minecraft. Dan moeten we hier langs al deze zwevende hoofdjes van Huggy Wuggy. Dat gaat echt heel makkelijk, Dennis. Niets maken. Tot nu toe gaat het heel makkelijk. Hier hebben we weer die Doritos chips. Stop! En eroverheen! Waar waren de volgende? En eroverheen! En eroverheen! Waar zijn de volgende? En springen! En waar zijn de volgende? Oh, daar zijn de volgende ship. Hier zo. En springen! En de volgende? Ik heb ze niet gezien. Daar. 1, 2, en springen! En dan hier. Perfect. Nu gaat het goed tot nu toe. We zijn nog een mega spook! Kijk daar in de verte! Dan gaan we allemaal mensen dood hier, Lotte. En je weet, als je dood gaat, dan moet je weer helemaal opnieuw beginnen. Spannen kost letterlijk Robux. Laten we het kopen, Lotte. We zijn 1 keer dood gegaan. En nu komen we wel weer hier. Dat is wel beter. Lotte, ik was gewoon te nieuwsgierig, Elke keer als ik een knop zie, dan denk ik, ik moet erop klikken. Maar dat is dus niet zo.
Oké, Lotte, we worden heel erg blitz ook qua Robux. Oh nee, ze blokkeren de ingang. Oh, dat gaat wel heel snel, Dennis. Oh nee, kom hier langs. Hallo, Huggy Wuggies. Hallo, Huggy Wuggies, jullie blokkeren de ingang. Ja, hoe kom ik hier nou langs? Huggy Wuggy, kom nou. Ik kom hier nooit langs, want ik kom hier nooit langs. Ik kom hier nooit langs. Oh, hij staat letterlijk door de ingang. Oh, oh. Oké. Go. Oké, we zijn er. En over de knop heen. Lopen. Hup. Lopen. En checkpoint volgens mij. Checkpoint? Ik denk het wel. Wat is dit, Lotte? Dus even kijken. Blijven rennen. Oh, is er nou Huggy? Huggy spuug letterlijk in mijn gezicht. Wacht even hoor. Ik veeg het er even af hoor. Zo. Wat is dit? Het lijkt wel een Squid Game met die glazen. Glazen ruimte, Lotte, dat je over al die glazen bladen heen moet, want ze verdwijnen achter je. Kijk, hup. En ze zijn allemaal weg. Wow. Oké, maar zijn nu bij een of ah! Kijk daar, Lotte! Binnen! Ik heb Scream! Oh nee, dit is heel erg glad, Lotte. Dit is heel erg glad. Oh, en we zijn heel sloom nu. Hup. En daarop. Oké, en dan moeten we hier weer op. Hup. Rustig. Oh, en we hebben hem. Niks aan de hand. Oh nee! Niks aan de hand. En huppa. Oké. Wat is dit? Het zijn allemaal vliegende stenen. Stenen, denk ik. We gaan via de kant plotten. We gaan hier gewoon via de zijkant redden. Zo. Oké, dat scheelde echt een steentje letterlijk. Of is het altijd het scheelde een haartje? Ik weet het niet meer. Oh, volgens mij spannen het voor ons trouwens. Dit is een hele goede tactiek wat ik nu gebruik. Jazeker. Oké, we hebben hier de volgende checkpoint. En hier moeten we langs allemaal vuurballen. Maar ik zie geen enkele vuurbal via de zijkant gaan, Lotte. Dus laten we gewoon de zijkant nemen, denk ik dan maar. Dus even kijken. Het lijkt wel veilig, lijkt het erop, Dennis. Het lijkt er wel op. Oké. Doei, Scream! Oké, laten we hier deze kant... Oh, Lotte, deze brug ziet er niet heel veilig uit, kan ik je vertellen. Oké, springen. Hier overheen. En hier overheen. Oké, niks aan de hand. Jump. En we zijn er. Wat is dit? Oh, dat is een glijbaan. En dat zijn spikes daar. Oh, nee. Ik zie niks. Lotte, ik zie niks. Ik zie niet waar we heen gaan. We gaan heen. Loop naar voren. Oké, en we zijn er, denk ik. Hoi, Huggy Wuggy. Naast Huggy Wuggy. Op naar level 7. Ah, Lotte. Holy moly. We zitten nu letterlijk in de vent met Huggy Wuggy. Oké, moeten we deze kant op? Kissy Missy. Waarom gaat iedereen... Oh, huh? Huh? Nee. Hij zit ons achterna. Oké, we mogen niet naar beneden vallen. Dat is belangrijk. Oké, daarop. Gelukkig zijn we hartstikke goed in dit soort dingetjes, Lotte. Ja, lekker waar, Dennis. Oké, we hebben hierop geoefend. We hebben genoeg hobby's gespeeld om dit aan te kunnen. Alleen, welke kant gaan we nu? Oké, we moeten deze kant wel op, denk ik. We hebben geen keuze, letterlijk. En hier... Oké, dat scheelde niks. Oké, we gaan deze kant op. Waar moeten we nu heen, Lotte? Moeten we hierop? Ik denk naar beneden. Nee, ik denk het niet. We moeten hier niet op. Kunnen we hier ergens naar de zijkant? Nee, ook niet. Oké. Welke kant moeten we op? Ah! En daar gaat weer 40 Robux. Oké, Lotte. We zijn eindelijk voorbij. En er stond daar letterlijk Poppy Playtime. Maar we moeten weer in een ventilatieschacht. Ik ben heel benieuwd waar dit uitkomt. Ik zie niks. Oh, level 8, Lotte. Oké, we zijn er nog bijna. Oké, ik denk dat level 8 weer een soort van dolf is, Lotte. Alleen dit keer kunnen we niet naar boven kijken waar we zijn. Nee, dat is wel jammer, Zo wordt het dus steeds moeilijker en moeilijker. Ik denk dat we die kant op moeten, Lotte, met die, die binnen en zo. Ik denk dat ze willen dat we daar juist niet langs gaan. Oké, Lotte, volgens mij zijn we letterlijk bij level 9. Oh nee, je gaat weer helemaal naar beneden. Oké, deze kant op. Pas op. Redden. En daar staat letterlijk een Huggy Wuggy op ons te wachten. Kan je op de railing? Dat kan. Oké. Dan moet je het zo doen, denk ik, Dennis. Waar moeten we heen? We moeten daarheen. Ja, daar naar beneden, inderdaad. Dit hebben we, Lotte. Dit was nog best wel makkie, eigenlijk. Appeltje eitje, Dennis. Oké, level 10, Lotte.
is een sneeuwlevel. Oh, wow. Oké, dus we hebben weer een dorp met allemaal sneeuwpoppen. Wat heeft dat met Huggy Wuggy te maken, Lotte? Huh? Lotte? Ja? Ik denk dat we bij het einde zijn en dat we letterlijk de boss fight kunnen doen. Dat denk ik ook, Dennis. Daar gaan we dan. We hebben een rocket launcher en ik zie daar letterlijk Huggy Wuggy. Holy moly. Oké, Lotte, en dat is de baas. En als we die hebben verslagen, kunnen we letterlijk zelf ook een Huggy Wuggy worden. Oh, de Huggy Wuggy boss is bijna dood, Lotte. Kom op, een klein beetje. Kom op. Zo, wow! Inderdaad, Dennis! Ik ben